Goedemorgen dames en heren, welkom bij deze nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En holy damn, dat heb ik lang niet gezegd. Wauw, zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto en ik ben dus onderweg naar iets speciaals vandaag. Want daarom ga ik vloggen, want ik ga jullie vandaag 24 uur meenemen in het leven van een YouTuber. Want ik ga vandaag naar een andere YouTuber toe, omdat wij vandaag samen een aantal opnames gepland hebben staan. Omdat hij dat wilde doen, ik binnenkort op vakantie ga, dus ook eventjes wat video's voor voorwerken samen met hem. Wat natuurlijk dan ideaal uitkomt. Dus vandaag ga ik jullie gewoon laten zien hoe dus een dag in mijn leven eruit ziet. Vind je dat wel eens leuk? Laat even een duimpje omhoog achter. Abonneer natuurlijk eventjes op mijn kanaal. En ik word opeens ingehaald door een BMW. Want ja, je kunt het allemaal natuurlijk al zien. Zit ik in de auto. Ik zit op dit moment in een trajectcontrole ergens bij Amsterdam. Ik mag 100 km per uur rijden. Maar zoals je kan zien rij ik 97. Omdat ik dan gewoon even lekker relaxed kan vloggen met jullie. En dan gewoon even mijn auto kan filmen. Want ja, jullie hebben hem allemaal natuurlijk al gezien. Maar dit is dus eigenlijk wat ik elke keer zie als ik dus in de auto zit. En we zijn dus onderweg naar Amsterdam. Laat even in de comments weten wie van jullie weet wat een trajectcontrole is. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want daar rijd ik op dit moment in. De meeste mensen kennen dat misschien wel, die bezig zijn met hun rijbewijs, et cetera natuurlijk. Maar ik ga eventjes doorrijden onderweg naar Amsterdam en dan gaan jullie dadelijk ook zien met wie de opnames zijn. Dus eigenlijk is mijn dag gewoon letterlijk begonnen met opstaan en de auto instappen om onderweg te gaan. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien daar rechts, jongens en meisjes, maar ik rij op dit moment langs Schiphol. Je ziet daar de vliegtuigen staan. Ik weet niet of je het goed op camera ziet, maar ze staan daar echt. En over precies 3 weken ben ik hier ook. Of, nou ja, ik weet niet of ik van Schiphol vlieg, maar over 3 weken gaat mijn vakantie lekker beginnen. Dus ik heb er echt zoveel zin in, jongens en meisjes. Holy shit. Ik ga met de boys naar Malaga toe. We gaan 8 dagen weg volgens mij, dus ik heb er echt super veel zin in. En daarom gaan we dus vandaag ook die video's even opnemen. Want heb ik al een beetje een voorraad staan voor als ik natuurlijk op vakantie ben. En ik heb nog niet gezegd naar wie ik toe ga. Maar je hebt het waarschijnlijk al aan de thumbnail gezien, dus ik hoef niet eens meer geheim te houden. Maar ik ga naar Paradoes, oftewel Rick toe. Dus ik moet nog heel eventjes rijden. Iets meer dan een kwartiertje en dan ben ik er. Dus ik ben benieuwd wat we ook voor zijn kanaal gaan opnemen. Ik moet ook nog even kijken wat ik voor mij ga opnemen. Maar dat hou ik nog geheim. Want dat gaat natuurlijk online komen als ik op vakantie ben. Maar ja, ik reed langs Schiphol. Ik dacht, dit moet ik even filmen. Ik heb zin in mijn vakantie. Holy shit, ik kan niet wachten daarop. Ik ga nu even doorrijden, want dan ben ik nog op tijd bij Rick. We zijn er weer, jongens en meisjes, in de lift. Deze Paradoes jongen woont op zo'n dolhof hoe je binnen moet komen. Slaap helemaal nergens op. Snelle fitcheck, doen we eventjes. Het is een hype. Shirt van Gymshark. Broek van Under Armour. Jongens, wat vinden jullie van deze pata's? De Nike Travis Scott Jordan 1's. Hoe vinden jullie deze? Eerlijk, zijn we gewoon een dikke team. Je ziet dat goed, jongens en meisjes. 2 YouTubers krijgen gewoon zonlicht. Maar schaduw. Ik moet zeggen. Oh, alles wat beter, hè? Ben je aan het verbranden, jongen? Wat ben je aan het doen? Geen zon. Ik mag geen zonlicht zien. Nou, we hebben voor Rick al opgenomen, jongens. We gaan nu even lunchen. We hebben even heel hard gewerkt. Ja? Wat? Dat deed hij zwaar expres, klootzak. Ik ga naar zijn bedrijf bellen. Ja, wil je niet dat toeterrasje? Bro, ik heb het zo warm. Het is best wel lekker weer. Maar je hebt het alleen maar zwart aan. Helemaal, bro. Wow, hij heeft een keer groen aan. Bro, waar heeft hij groen aan, hoor? Doe even een snelle outfit check. Waar is je shirt van? Nee, man heeft eindelijk een keer een kleur, dit is nog steeds wel donkergroen, maar het kan. Ik draag normaal altijd zwart. Met je zwart, jongen, jongen, jongen. Ik ben vandaag gewoon even simpel, lekker. Het is ook kleur, hè, dit? Simpel? Man draagt al 8 jaar zwarte shirt. Facts. Facts. De enige kleur die ik ooit in jouw video heb gezien was mijn trui. Ik heb je geiced. Bro, ik ga dit niet, dit ga ik niet drinken. Hoezo niet? Het ziet er wel spannend uit. Challenge, misschien de volgende challenge video. Dit is wel iets wat vrijdag waarschijnlijk weer gehaald wordt in de club. Oh, het gaat weer zuipen. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik ben moe. Dus? We nemen een koppie. Geen Ik heb toch zo'n dorst? Ja? Komt door je eten van Loetje. Ik heb toch zo'n dorst, man. Ik heb toch zo'n dorst. Gertje toch, ik heb zo'n dorst. Hebben jouw kijkers ooit jouw katten gezien? Weet ik niet. Ga ik ze exposen nu? Waar zijn je katten? Hier ligt er één. Jongen, dit zijn de katten van Rick. Er ligt hier één haarbal in een hoek. Deze bro heeft sinds dat ik hier ben, is hij nog niet uit de hoek gekomen. Nee, hij ligt gewoon lekker te pitten. Hij is ook gewoon een sitara, kijk dan. Hij is gewoon echt in coma. Rick kan niet tegen het straatbal praten. Nee, maar die andere is. Ja, die ligt hier. Oh, dus ja. Hoe heet hij ook weer? Max. Nee, hey, Max. Max denkt, ik vind het allemaal prima. Hij is een beetje bang, bro, kijk dan. Hij is echt, hij is weg.
maar dat snap ik wel. Jongens, kijk even het uitzicht van Rick. Dat is toch ideaal. Dat is echt. Als er zo'n vieze YouTuber voor je staat, dan snap ik wel dat je denkt, oh, ik ga wegrennen. Ik snap ook dat als ik... Ik ga wegrennen. Ja, maar hoe gaan de opnames, jongens? Zeg het eens even. Jongens? Ja, jongen bedoel ik. Sorry. Oh. Ik spreek je meer van het. Ja? Ja. Normaal neem ik niet zoveel achter elkaar op, dus ik vind het best wel vermoeiend. Zware werkdag hebben we vandaag, hè? Ja, ik vind het persoonlijk best wel, ik heb niet de energie ervoor. Nee? Nee. Hoe laat is het nu? We zijn echt lang bezig. Het is nu al en half zes. Gezien, normaal gezien doe ik wel maar middag middagdutje om dit uit te Je mag van mij even slapen hoor. Ga even dagga. Nu vroeg je erom. Wil je een bakje koffie klaar, bro? We zijn bijna klaar met opnemen. Ik moet nog één video. Moet jij dan ook nog één of niet? Nee. Oh, nog één video. En dan zijn we klaar. Onze opnames zijn gelukt hoor, jongens en meisjes. We hebben hard gewerkt vandaag, maar Rick. Ben je nou aan het kijken naar je favoriete YouTuber, bro? Dit is mijn favoriete YouTuber. Wie is het? Volgens mij heet hij iets van... Oh mijn god, Chesto. Bro, jongens, ik moet even vertellen. Dit is pak een beet 8. Dat is 9 jaar geleden is dit. Kun je de datum hier zien? Nee, hè? Ja, ja, ja. 9 jaar, ik zag het staan. Nee, 2015, bro. Jongens, kijk dit. Kijk hoe ik eruit zag. Wacht. Kijk dit. Dit was ik, bro. Dit, bro. Moet je me zo slecht zetten. Dit is toch leuk om terug te zien. Dit kan je allemaal nog op mijn kanaal terugzien, hè? Ja, daar zijn we nu ook aan het kijken. Maar dit is echt leuk om terug te zien, hoor. Dat moet je bro, doen. Je kan dit gewoon terugkijken. Dit is gewoon 9 jaar geleden geüpload. Toen was het gewoon nog echt... Ik heb echt grappig om terug te zien wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb ook op die leeftijd gevlogd, hè, besef. Ja, jij deed wat ieder kind van 14 wilde doen. Maar niemand deed het eigenlijk. Nee, niemand lukte het. Ik wou wel toen. Ik merk wel dat ik meer scheid had daar dan nu eigenlijk. Hoezo? Gewoon. Omdat het... Ik weet niet eigenlijk. Ik vind het nu best awkward om met een camera buiten te lopen, zeg ik je heel eerlijk. Oké. En toen had ik dat gewoon totaal niet. Toen liep ik gewoon midden in de supermarkt gewoon zo te filmen. Ja, maar ja, kind hè, denk ik. Ik weet niet. Ja, het is wel echt leuk om terug te kijken, maar ik zeg je eerlijk. Oh, MW3 heb je ook geüpload. Oh, dat wil ik zien. Bro, het is iets... Deze intro ook, bro. Jongens. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een... Die stem, bro. Zo, jongens en meisjes. Ik zit weer in de auto onderweg naar huis toe. Het is op dit moment best wel laat. Het is 9:30 s'avonds, zou je kunnen zien. En ik ben echt letterlijk heel lang met Rick geweest. Ik ben bijna 12 uur lang samen met Rick geweest vandaag. Best wel lang inderdaad. Maar ja, we hebben opgenomen. We hebben voor mijn kanaal de opnames gedaan. Voor als ik op vakantie ben. Voor Rick's kanaal hebben we de opnames gedaan. Voor zijn reageerkanaal. Dus dan ga je sowieso binnenkort op zijn kanaal en op mijn kanaal natuurlijk zien. Ja, zoals ik al zei, ik ben onderweg naar huis. Want ik ga daar gewoon slapen. Maar als het goed is deze video nog niet afgelopen. Want de 24 uur is nog niet officieel om. Ik ga morgen ook nog iets doen wat ik normaal in mijn dagelijks leven doe. Wat ik dus ook een stukje van aan jullie wil laten zien. Dus dat ga je dus gewoon in het volgende stukje waarschijnlijk zien. Maar ja, ik moet eerst nog even 20 minuten naar huis rijden. Ben ik eindelijk thuis. En dan ga ik gewoon lekker mijn bed in. Want zoals je kan zien, dan is een drukke dag eigenlijk voor mij een drukke dag. Maar voor jullie lijkt het dat ik niet veel doe. Aangezien ik natuurlijk gewoon eigenlijk de hele dag bij Rick ben geweest. We hebben ook samen met zijn vriendin even avond gegeten. Was gewoon heerlijk, was toppie. En ja, het is nu nog even 20 minuten naar huis rijden. Dan ben ik eindelijk thuis. En kan ik ook gewoon lekker mijn bed in. Want ik ben echt... Echt moe eigenlijk. Zo, jongens en meisjes. We zijn opeens een dag verder. Ik zie er opeens heel anders uit zoals je kan zien. Want de 24 uur is nog niet voorbij. Dat heb ik jullie gisteren al gezegd. Ik was gisteren natuurlijk onderweg naar huis aan het rijden. En dat klopt. De video stopt hier nog niet. Ik ga je namelijk vandaag ook laten zien wat ik in het dagelijks leven heel veel doe. Wat ik eigenlijk nog niet veel heb laten zien. En dat is golven. Ik ben sinds een half jaartje, iets minder dan een half jaar zelfs, actief veel aan het golven. Het is een nieuwe hobby van mij geworden. En daar wil ik dus ook in de toekomst wat mee doen qua video's. Dus vandaag voor de allereerste keer, zonder dat jullie er echt iets van gezien hebben, ga ik jullie meenemen met een vriend van mij de golfbaan op. En ik ga gewoon wat laten zien hoe het eruit ziet en wat jullie misschien in de toekomst qua golfvideo's kunnen verwachten. Dus, ongekleed en wel, is het tijd om weer de auto in te stappen, want ik moet weer naar Utrecht toe. Omdat ik daar heb afgesproken om vandaag een keer te gaan golven. Dus ja, de kwaliteit is misschien wat iets anders, het audio is misschien wat anders. Want dat komt namelijk omdat ik een andere camera nu mee heb en een andere microfoon, zodat het geluid dadelijk wat beter is. Dus ik ga naar Utrecht en dan ga ik jullie dus laten zien wat ik dus met golven of golven allemaal doe. Daar zijn we dan, jongens en meisjes, op de golfbaan. Ik ben niet alleen. Jullie zien daar mijn golfmaatje Marijn. Paka bro. Hey. En je kan hier dus alle gear zien waar ik dus mee speel. Dit zijn dus mijn ijzers, mijn drivers, hybrids, mijn putter en mijn karretje waar ik mee loop. En zoals ik al zei, ik ga jullie dus een beetje laten zien
hoe het er dus uitziet is, ik ga zo meteen de camera aan Marijn geven. En dan ga ik eventjes niet alle holes, maar 2 of 3 of misschien wel 1 hole laten zien aan jullie. Dus jullie een beetje kunnen verwachten hoe het er misschien uitziet als ik dus golfvideo's ga maken. Maar ik ben dus in Utrecht. Golfbaantje hier zo, die echt heel erg mooi is. Marijns club, helemaal top. Dus ik ga mijn slag maar eens maken, want het is tijd. We zijn bij hole 3 jongens. 297 meter vanaf de rode T-box. Laten we gaan slaan. Ik heb hem niet zien landen, maar hij kwam bij de boom daar ergens volgens mij. Kunnen we wel zoeken. Ik kan hem net niet zien. Ik hoop alleen niet dat hij in de bunker ligt, maar dat gaan we nu wel zien. Jongens, die Marijn, die heeft een chip. Kijk even waar die bal ligt. Holy shit, bro. Voor een par. Dat betekent dat je hem in 4 keer erin hebt, want de baan moet eigenlijk in 4 keer. Nou, bro, als je dit weet te missen, dan moet je me 100 euro betalen. Maak hem maar af, bro. Heerlijk par, heerlijke par hoor. Nou jongens, dit wordt mijn parput. Ik ligt er iets verder vanaf dan Marijn, maar ik ga alsnog proberen mijn best te doen. Het is wel een eindje die ik moet overbruggen. Kom beter, kom slechter. Oh. Jongens, wat ben ik aan het doen zeg. Ik ga naar huis man. Ik stop ermee. Nou jongens en meisjes, aangebroken bij hole 8. Dat betekent dat het het ene laatste hole is. Dus ik kan zien hole 8, par 5. Dus dat betekent dat hij in 5 keer erin kan. En nu is het dus aan Marijn en mij om hem ook in 5 keer erin te krijgen. Marijn, laat eens even die nieuwe sexy driver van jou zien bro. Dat is mooi hè? Wat een apparaat bro, dit ding is ook sexy hè? Dat is fucking ziek. Hoe ver sla je met deze? Ja, nog niet gemeten, maar wel boven de 200. Laat maar even zien jongen. Hij gaat even beginnen jongens. Par 5. Marijn begint. Oh, die is heerlijk maat. Die is heerlijk. Oh, wat is die heerlijk. Holy shit, lekker gast. Daar ben ik wel tevreden mee hoor, met die. Die ging wel prima denk ik. Zo zag. Zoals jullie dus zagen had Marijn dus zijn driver gebruikt. De driver is dat grote ding die ik nu laat zien. Daar kan je dus eigenlijk heel ver mee slaan. En ik heb voor mijn ijzer 4 gekozen. Daar kan je ook ver mee slaan. Maar minder ver als met de driver. Omdat ik had mijn ijzer 4 nog niet gebruikt. Mijn driver vandaag ging niet heel erg goed. Maar wat lag je nou jongen? Die ging niet helemaal lekker. Maar mijn bal ligt hier. Dus ik ben weer aan de beurt. Maar Marijn ligt wel een stukje verder. Ik denk dat ik 180 meter van de vlag af ligt. Dus ongeveer 150 meter geslagen, denk ik. Ik weet niet wat er nu misgaat, jongens. Dit zit er ook wel eens bij. Topte hem volledig, oh mijn god. Ik weet niet of ik dit heb gedaan, maar ik kan denk ik wel chippen naar de vlag dadelijk. Oh, iets naar links. Maar prima hoor. Oh, hij rolt er overheen. Rip. Chippen. Dat is een par 5, dat was mijn derde slag. Het kan nog, het kan nog. Ah, voor mij. Ik ga nog de bunker in ook. Ongelooflijk hoeveel ongeluk ik op deze hole heb. Ik roep het om mezelf al voor jongens, ik doe het compleet zelf, maar ik raakte hem wel goed, kijk maar. Precies goed op het clubbad geraakt. Ai, ai, ai. In 1 keer eruit. Daar ben ik zeer tevreden mee, zeg ik je heel eerlijk man. Holy shit. Oh, heerlijke chip. Stop. Oh, die breekt lekker hoor. Heerlijk. Heerlijk, maat. Hey. Nou. Oh, hij rolt wel heel ver door. Oh, dit was mijn par, hè? Dit was par. Birdie put voor Marijn, jongens. Betekent dat hij hem 4 keer erin heeft in plaats van 5. Oh, kut, 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 kut. De kans, Marijn, dit was de kans. Kutzooi. Oh. Nu voor par dan, kom op. Oh. Ik voel deze zo erg, bro. Ik voel deze zo erg. Nou, maak hem af.
Netjes. Toch nog in 6. Nee, 7. 6. Oh, nou ja, netjes. Die is dan wel weer heel lekker, hè? Die is heerlijk. Die is dan wel weer heel lekker. Heerlijk. Let's go! Nou, die put was toch nog even lekker, jongens en meisjes. Ik heb dus 7 slagen gedaan over een paar 5. Dat is nog op zich prima. Dus daar ben ik eigenlijk tevreden mee. Dit was de ene laatste hol. Marijn en ik gaan eventjes de laatste hol eventjes zelf afmaken nu. En dan heb ik jullie hopelijk een leuk kijkje al gegeven in mijn leven. Ook met golven, toch Marijn? Zeker. Lekker man, heerlijk. Dit is dus ongeveer hoe 24 uur in mijn leven eruit ziet. Vond je dit nou leuk? Vergeet even niet te abonneren. Wil je meer van mijn dagelijkse vlog zien? Volg me dan even op Snapchat. Mijn S staat nu in beeld. Bedankt voor het kijken jongens en meisjes. Ik check jullie morgen weer bij een nieuwe video. En wie weet tot snel bij een nieuwe golfvideo.